Wij hebben ook nu aan de lijn verslaggever Alice van der Plas. Die was als een van de eerste in Varkenswaard vanmorgen. Alice, hoe is de situatie daar nu? Nou, de brandweer is nog steeds druk aan het blussen. De rook is inmiddels wel een stuk minder dan vanmorgen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat de brand ook onder controle is. De brandweer is nog druk bezig. En het gebied wat afgezet is, is zelfs uitgebreid. Eerst konden mensen nog vrij dichtbij het bedrijf komen om te kijken. Nu staan ze op grote afstand achter politielinten. En de politie roept ook op aan mensen van, ja, kom niet meer naar die brand toe. Want je kunt echt de hulpdiensten ontzettend hinderen als je daar in de weg staat. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen nieuwsgierig zijn. Wat in de ruime omtrek is blijkbaar een plastic lucht te ruiken. Maak jij dat daar ook mee? Ik heb geen plastic lucht geroken. Maar ja, ik sta natuurlijk pal met mijn neus bovenop die brand. Dus ik ruik vooral rook. Dus de plastic lucht heb ik in ieder geval niet geroken. Nee. Politie vraagt inderdaad dat mensen daar wegblijven omdat ze de hulpverlening hinderen. Komen er nog steeds korpsen bij? Of heb je de indruk dat het nu een beetje onder controle is? Vanmorgen heb ik echt brandweerauto's voortdurend af en aan zien rijden met gillende sirenes. En dat is nu wat rustiger geworden. Of dat betekent dat er niet meer nodig zijn, dat weet ik op dit moment niet.